Goedemorgen, het is woensdag 21 juni, de middelste dag van de week. Goedemorgen allemaal, jullie zijn er. Vertel even, wie heb ik hier voor me? Goedemorgen, Anouk Smits, Chuck Studios uit Amsterdam. En heel blij om hier te zijn. Ja, mijn naam is Lars van Pitt van Reprijs Digital. Vertel, hoe is dat? Zo de eerste keer hier, wat is je opgevallen? Het is een hele ervaring. Het is een soort zwembad waar je induikt en aan alle kanten veel ervaringen, nieuwe mensen, nieuw werk. Echt ontzettend leuk. Ja, ik vind het echt een fantastisch programma. We worden helemaal ondergedompeld in cases, in meetings, feestjes. De mensen die je hier ontmoet, het netwerk wat je opbouwt. Het is echt fantastisch. Jullie hebben ook een Paspoort Palais. Is er een talk bijgebleven? Dat je denkt van nou, daar heb ik echt nieuwe inzichten op gedaan. Ik denk dat bij sommige talks en cases die je hoort, dat er heel veel wordt gesproken over wat we gisteren hebben gedaan. Dus gisteren is de manier waarop. En dat er niet zozeer naar vandaag wordt gekeken, maar of naar gisteren of naar far, far, far in the future. En dat het ook wel echt het mooie is om te kijken waar staan we nu? Met wie zijn we hier? Wat is de tendens? Hoe werken we samen? Wat doen we voor de jongelingen in de advertising? Dus dat was wel echt een big takeaway van VaynerMedia. Hij is natuurlijk vrij expressief. Er gebeurt veel. Het is een soort 30-minute rant. Het is echt. Je zit in die stoel en je wordt bijna omvergeblazen. Het is echt wel on-Nederlands natuurlijk wat je daar meemaakt. De big takeaway wat hij had is dat hij de creatives echt in een ander daglicht zette. Dus hij liet ze allemaal opstaan. Iedereen kreeg een gigantisch applaus. Omdat hij het gevoel had dat we als industrie veel meer naar de creatives moeten omkijken. Veel minder naar de daadwerkelijke deliverables. Dus dit wil social media, dit wil zus, dit wil een banner, dit wil een campagne. Veel meer die creativiteit naar boven halen zonder limitations. Ik heb gisteren een sessie bijgewoond van de CEO van Open AI. Dus ja, AI is hier hot and happening en hoor je heel veel sessies over. Maar het was wel echt heel tof om dan de CEO hem te horen over zijn visie en hoe hij er mee omgaat. En ook hoe ze de koppeling maken met creaties. Dat een heel mooi voorbeeld van een museum. Dat je eigen dromen kon je invoeren en de AI maakte dan een schilderij gebaseerd op andere schilderijen. Om jouw droom uit te beelden. Dus dat vond ik heel tof. En dan zie je ook de positieve kant van de AI, wat het kan brengen. Dus dat vond ik heel leuk om te zien. AI, is dat nou het thema wat hier zo ook informeel rondgaat op de boulevard, tijdens de feestjes? Hebben mensen het daar met elkaar over? En er wordt heel veel over gesproken. Zeker nu met de laatste ontwikkeling omtrent wetgeving. Dus het is een beetje van, ja, heerst een angst? Moeten we het omarmen? Hoe gaan we ermee om? Dus inderdaad, informeel wordt veel over gesproken. Tijdens talks wordt er veel over gesproken. Er komen hele positieve voorbeelden natuurlijk aan toe. Maar ook dus de gevaren worden belicht. En ik denk dat het heel goed is dat we die discussie nu wordt gevoerd, omdat die ontwikkelingen zo snel gaan. Dus ja, ik vind het wel heel tof om dat nu mee te maken. Ik had gisteren ook echt het gevoel dat ik naar de nieuwste Steve Jobs zat te kijken. Ja. Even over creatief werk. We zijn hier op een creativiteitsfestival. Jullie zijn ook in het Palais geweest en hebben werk bekeken. Welk voorbeeld is nou voor jullie dusdanig 2023 dat je denkt van dit is wat mij betreft misschien wel het beste werk wat ik dit jaar heb gezien in het Palais? Voor mij was het was een case over een Colombiaans biermerk die de Colombiaanse boeren ging helpen door de environmental change, door de veranderingen valt er ontzettend veel regen, gaan eigenlijk heel veel crops verloren. Normaliter die Colombiaanse boeren, zodra ze de oogst hebben gedaan, drinken ze een biertje. Maar nu gaan dus heel veel verloren door die heftige regenval. En wat ze hebben gedaan is eigenlijk op het biertje een regenmeter gemaakt met informatie erop. Dus die boeren kunnen als ze een biertje hebben gedronken, kunnen ze het bij gaan houden van hey, hoeveel regen valt er, maar ook wat moet ik doen als er te weinig of te veel regen valt. Kunnen ze dus een nummer bellen om meer informatie te krijgen. Dus dat vond ik zelf wel een van de tofste cases waar je eigenlijk met een simpele oplossing eigenlijk een hele grote gemeenschap kan helpen. Ja, dat is natuurlijk heel vaak zo, hè, dat die ideeën dusdanig simpel zijn dat je denkt van ik had ze zelf willen verzinnen. Anouk, heb jij misschien nog een idee gezien dat je dacht van joh, dat had ik willen verzinnen? We zagen een case van IKEA, wat ik heel, natuurlijk heel mainstream, maar wat heel inspirerend was, is een heel simpel haakje hadden gevonden. Waarbij ze in plaats van de meubels per se te verkopen, meer het gevoel te verkopen. De second best choice as a parent. Dus de kleine wil natuurlijk graag op schoot zitten, op de borst liggen, vastgehouden worden, maar de second best choice
was er een meubelstuk van IKEA. Wat dus in de situatie in de woonkamer, in de slaapkamer was geplaatst. Waardoor je heel erg inspeelt op het emotionele en eigenlijk ook allemaal weet, het is zo. Het is nu woensdag en als je het net omhoog haalt, wat ik zo van jullie hoor, heb je al best wel veel voor mee naar huis te nemen. Wat gaan dan de komende 3 dagen nog brengen? Is er nog iets wat jullie per se willen bereiken de komende 3 dagen, de laatste dagen van het festival? Er staan nog een paar leuke tanks op het programma die ik wil weer volgen. Maar ook nog vanmiddag hebben we bijvoorbeeld die CEO lunch. Dus dat we met CEO's gaan lunchen en om hun ervaringen te delen en hun visie aan te horen. Zeker, wij zitten in food and drinks. Dus wat we doen is dat we nu ook veel global productions doen. Dus ik ben ook heel erg benieuwd naar de MENA-markt, dus Dubai. Die kant op, waar we nu recentelijk voor hebben gewerkt. En er zijn verschillende talks ook voor hier op het strand. Dus ik ben daar ook heel erg benieuwd naar om daar een beetje in depth in te duiken. Dus kijk daar ook erg naar uit. Ja. We gaan even de toekomst in. We spoelen 10 jaar vooruit. Wat is dan datgene wat je hebt meegenomen vanuit Cannes 2023? Ik denk toch enorm de connectie blijven zoeken. Met elkaar, in het werk, met de creativiteit, met het humane aspect erin. Zeker met AI en alles wat er wordt besproken. Ik denk dat het gevoel om samen te komen, ook zoals hier nu. Je te herkennen in het werk wat wordt gemaakt. Je gezien te voelen, gehoord te voelen. Dat het inclusief is. Ik denk dat dat ja, nu in 10 jaar, dat zal altijd blijven. Zeker, ja. Uiteindelijk is de human input, de creativiteit, hoe breng je cultuur over, blijf met elkaar in gesprek, ook over hoe cultuur zich ontwikkelt en hoe de industrie dat kan omarmen en dat kan gebruiken. Om juist hun creatieve ideeën eigenlijk meer uit te gaan werken, want ze hebben gewoon die tijdwinst die ze pakken. Daardoor kun je gewoon veel meer ideeën uitwerken, dus er komt eigenlijk gewoon een creativity overload. Er staat heel veel te wachten. Ja. AI als kans en niet als bedreiging, dat is mooi. En dat is ook gelijk een goede afsluiting voor deze ontbijtsessie met 2 mensen van Rauw. Dankjewel, veel plezier. Maak er een mooie week van en we spreken elkaar over 10 jaar. Vanuit de Embassy of Dutch Creativity, de gezamenlijke handelsmissie van de Nederlandse creatieve industrie. Dankjewel voor het kijken. Morgenochtend om 9 uur, jongens, niet om 9:15, maar om 9 uur. Dan zijn we er weer, dan staan de croissantjes klaar. Lekker sterk kopje koffie. En dan gaan we het hopelijk hebben met 4 jonge creatievelingen over wat ze is opgevallen tijdens deze week in Cannes. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.